Wie bunt vandaag in het atelier van Bart Klein Goldewijk? En Bart is ontwerper bij de Feestfabriek. Misschien beter bekend als de organisatie van de Zwarte Cross. En er is een vraag binnenkomen voor Bart. Laat maar komen. Hey Bart, ik zit al een tijdje te tekenen. Heb je een paar tips voor mij? Hey Jelle, goede vraag. Ik heb zeker een aantal tips voor je. Maar voordat ik die ga geven, gaan we eerst ons bureau opruimen. Want we kunnen beter werken met een opgeruimd bureau. Dus, wat hebben we nodig? Een potlood, een gum, maar dat gaat vast niet allemaal in één keer goed. Een velletjes papier en kies een leuk object wat je na wilt tekenen. Tip 1 is goed kijken. Goed tekenen begint met goed kijken. Pak je object en kijk naar de lijnen. Zijn ze bol of hol? Ga niet te veel naar details kijken, maar kijk naar de globale vormen. Als je naar dit vosje kijkt, kun je voor het lichaam een cirkel pakken met daarboven een kleinere cirkel. Ja, hou het voor eerst simpel en dan kun je hem later steeds meer uitbreiden in je tekening. Tip 2. We gaan tekenen met een potlood. Met potlood kun je natuurlijk lekker gummen. Als je niet tevreden bent, kun je nog wijzigen. Net zolang totdat je tevreden bent. En als je hem dan goed hebt staan, dan kun je hem overtrekken op een nieuw papiertje. En als je gelijk begint met een pen of met verf en het gaat mis, dan heet schoop aan drieten. Noheid schoop aan drieten. Maar wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Het betekent zoiets als noheid de poppen aan dansen. Of noheid een probleem. Snap je het nou? Tip 3. Begin niet te moeilijk. Kies gewoon een object uit je woonkamer of uit je slaapkamer. Dit object zit tenminste stil. En als je gelijk gaat voor je huisdier bijvoorbeeld, die loopt natuurlijk gelijk weg. Tip 4. Gebruik je fantasie. Alles is mogelijk bij een tekening. Er zijn geen grenzen. Dus ga lekker je gang en teken je dromen. En dan komen we aan bij tip 5. De allerlaatste tip, maar misschien wel de belangrijkste. Oefenen, oefenen, oefenen. Het zal vast niet in één keer goed gaan, maar gewoon dom deur doen en dan komt alles goed. Gewoon dom deur doen en dan komt alles goed. Ja, dat wil eigenlijk zeggen, dat wat Bart al zei. Gewoon oefenen, oefenen, oefenen. Verstand op nul, blik op oneindig, gewoon deur gaan en dan komt alles goed. Dan komt alles goed. Oh Jelle, bedankt voor je vraag. Ik heb mijn tips gegeven, ik hoop dat je er wat mee kunt. Onthoud, iedereen kan tekenen en vooral blijven oefenen, oefenen, oefenen. Heb je nou zelf ook een tekening gemaakt? Stuur een foto van uw tekening op naar Zwarte Cross TV. Wij kiezen er dan een paar uit en die laten zien op onze social media. Succes ermee en goed gaan! Zwarte